bibliotheek en de archieven van Atria vind je in Amsterdam. Hier liggen ontelbaar veel objecten en verhalen opgeslagen. Ze gaan allemaal over emancipatie, ofwel het streven naar gelijkheid, en over internationale vrouwenrechten. Bij Atria geven ze advies en doen ze onderzoek naar gendergelijkheid en vrouwengeschiedenis. Er is ook veel te vinden over Aletta Jacobs, een echte powerwoman uit de 19e eeuw. Zij heeft ontzettend veel gedaan voor de emancipatie en streed wereldwijd voor vrouwenkiesrecht. Maar wat heeft die Aletta Jacobs nou met jou te maken? Voor welke dingen die wij nu misschien de normaalste zaken van de wereld vinden, heeft zij gestreden? Aan de hand van 4 objecten uit ons archief gaan we het samen met deze jongere onderzoeker.